stadgenoten, het is vakantietijd en ik zou zeggen, geniet er nog maar even van. Er komt immers van alles op ons af. De leedbeluste media staan bol van de berichten over een onheilspellende toekomst vol inflatie, hoge prijzen, energieschaarste, corona, losgeslagen boeren en nog meer nieuwe televisieprogramma's met bekende Nederlanders. Dus hoog tijd om te koesteren wat je nog wel hebt. We leven in een zenuwachtige tijd waarbij elk incident wordt aangegrepen om het einde van de mensheid te proclameren. Er gaan sowieso dingen veranderen. We zullen moeten inleveren en we zullen ervoor moeten zorgen dat degenen die niets meer kunnen inleveren geholpen worden. Kortom, we moeten meer leren omgaan met minder. En we moeten leren omgaan met bepaalde revolutionaire veranderingen. Vroeger ging die voor een survivalvakantie helemaal naar de Ardennen. Nu hoef je daarvoor alleen nog maar naar Schiphol. In Bordeaux maken ze tegenwoordig voornamelijk glühwein. En bij Simonis in Scheveningen staat sinds deze week alleen nog maar gerookte paling op het menu. Bij McDonald's mag je daarentegen straks niet meer gerookt worden op het terras. Maar gelukkig kan je daar nog genoeg andere ongezonde dingen krijgen. Interessant vond ik ook het bericht dat in de Achterhoek de Zwarte Cross begonnen was. Voor mijn gevoel is die Zwarte Cross al maanden bezig. En dan in het hele land. Maar misschien dat de kalmerende woorden van festivalmoeder Tante Riki, die afscheid neemt, ervoor zorgen dat de boeren zich wat minder militant gaan gedragen. Vergeleken met de belegering van provinciehuizen en ministerswoningen en het blokkeren van de wegen vind ik het omgekeerd hangen van vlaggen een vooruitgang. Alleen zullen de boeren die terugkomen van de Zwarte Cross waarschijnlijk gewone vlaggen waarnemen, want die zien met hun bezopen koppen dan sowieso de wereld op zijn kop. Of ze denken bij het zien van de omgekeerde vlag dat ze in Frankrijk zijn, dat met de huidige temperaturen niet zo gek is, maar Frankrijk is vooral een veel groter land waar je makkelijker je stikstof kwijt kan. Je stikt er sowieso van de hitte. Kortom, iedereen is in de war. Met voetballen wint Nederland van Portugal. Dat gebeurt nooit tijdens een eindronde. Maar dit zijn dan ook de vrouwen. En de Portugezen hadden een keepertje van 1,23 meter. Ook mijn leven staat een beetje op zijn kop, want bij mij thuis wordt verbouwd. Wordt in Oost-Europa weer een muur opgebouwd, bij mij wordt die gesloopt. Voor een leuk verhaal daarover heb ik inmiddels stof genoeg. De kern van de zaak is dat je tijdens een verbouwing kampeert in je eigen huis. Dat moet geen bezwaar zijn. Kamperen zit een Nederlander in het bloed. Asielzoekers in Ter Apel worden dus nu ook meteen ingeburgerd. Ze mogen kamperen in de tuin. Kamperen in je eigen huis is dan een stuk comfortabeler. Ik zou trouwens geen zin hebben om echt te kamperen. Ik heb wel eens uitgerekend, Ivar, dat ik 1,5 jaar van mijn leven in een tent heb gelegen. En dat vond ik wel genoeg. Dus dat doe ik niet meer. Zoals er wel meer dingen zijn die ik niet doe. In Den Haag heeft een of andere boef zijn broer 50.000 euro aan cryptogeld afhandig gemaakt. Dat zou ik nooit doen. Ik zou dat niet kunnen. Ik heb namelijk geen broer. Vermoeiend, de criminaliteit. Den Haag wil als stad van recht en vrede nu het nieuwe internationale hof tegen corruptie binnenhalen. Hoe gaan ze dat doen? Door steekpenningen te betalen. En in de Hortus Botanicus van Leiden is de beroemde penisplant in volle glorie te zien. Alweer, ik vroeg me af, heeft Mark Overmars er een baantje bij? Het volk verdringt zich om de plant te bewonderen. Want nu ook heel politiek Den Haag op reces is, blijven de mensen geïnteresseerd in grote lullen. En ADO gaat zijn supporters waarschuwen voor goksverslaving. Dat lijkt mij een kansarme onderneming. Want wat kan een ADO-supporter in het leven anders doen dan gokken? Dat het ooit beter wordt. En of ze überhaupt bij de volgende wedstrijd worden toegelaten. Nou, zo kan die wel weer. Tijd voor vakantie. En wat ik zei, geniet ervan. Hou je haags. En tot snel.